Wat de fuck is dit voor de onzin? Wat de fuck is dit voor onzin? Yo, wat dan mensen, super tof dat jullie allemaal kijken naar dit video. Mijn naam is Jos en vandaag ga ik met jullie een super leuke video maken. Nou, of dat geen intro is, weet ik het ook niet meer. Maar we gaan gewoon even lekker spulletjes maken. Wij pakken nu pickaxe, pakken bonkies en we pakken nog even wat spul. En dan gaan we gewoon lekker naar de buren, jongen. We gaan lekker naar de buren. We gaan lekker de buren even lekker uitschakelen. En weet je wat we nemen? Is lekker de slurpie. Lekker slurpie, lekker slurpie. Oké, zo gaan we hem niet winnen. Dit is even een voorbeeldje, jongens. Ja, je moet het wel snappen, hè? Als je het niet snapt, hè? Dan weet je ook niet hoe je moet doen, hè? Ja, weet je, dan gaat zo hard dat in mijn economie, hè? Ja. Zo, ik maak even nog wat spullen, want ik ga een diamond pickaxe maken. Zo. En we pakken wat blokjes. 1, 2, 3, 4. Let's go. Let's go, kill them boy. Hey, niks te gaan. Hallo. Ja, hier dan. What's good? Kom op. Au, ja, dit doet een beetje pijn, jongens. Dit doet een beetje pijn. Ik word een beetje in elkaar geslaagd. En ja, dat is het. Ah, weet je, ze proberen zo meteen hierin te komen, lukt ze niet. En waarom maak ik vrees naar twee broeken? Ah, weet je, je kan beter een broek te veel hebben dan een broek te weinig in het echt. Maar ja, dat is nog echt, hè? Strontkind, wees niet zo irritant. Gaan we vanaf het midden proberen te komen, nou, kom ik op de plek naar je toe, joh. Hè, Kees? Kees? Doe eens niet. Weet je, we pakken die Henkie wel even. Waar is die Frederik? Ja, kom op. Raak. Ga nou eens een keertje goed. Hehe. Zo, dat is één Frederik minder. Hehe. Oef. Krijg de waarde van, jongens. Oh my god. What? Go! Hey, niet met z'n tweeën, dat is oneerlijk. Hey, dat is oneerlijk, zei je. Ze gaan gewoon met z'n tweeën, maar ja. Weet je hoe oneerlijk dat is? Maar ja, weet je. Dat, we gaan het wel even op een andere manier aanpakken. Ik hoop dat die kerel een beetje naar het midden is geweest en de diamonds heeft opgehaald. Want dan kan ik eigenlijk als het ware even hier gauw wat diamonds gaan farmen. En dan ga ik gewoon lekker tanken. Lekker bier tanken. Nee, geen biertje tanken. Nee, jongens, we gaan geen bier tanken. Oh. Maar waar is die diamond jam bij ons eigenlijk? Ik zeg wel heel mooi en droog van. Hey, we gaan lekker diamond tanken. Hey, Henk. Jij hier ook. Lang niet gezien, pik. Hey, Frederik. Ja, nou ben je de lul, hè? Woep! What the fuck? Hij werd eraf geslagen. Lol. Nou, hey, dat doen we opnieuw, pik. Kutroze! Hé? Oké, blauw, what the fuck? Doe jij? Waarom ging jij? Gast! Je ziet, ik kan bijna doodgaan en jij gaat gewoon weg. Ja, wacht even. Die gast van mij, die is nutteloos! Kom maar. Nee. Oké, jongens, en dan zijn we dan in het volgende padje, jongens. We moeten echt heel snel ons... Hij als het ware een beetje bedekt, want we hebben een nare buurman. Die heel dicht in ons aan zit. En dat vind ik eigenlijk niet leuk.
Maar het is wel zo, we moeten eraan geloven. Dus, nou ja. Weet je, hoppakee. Hoppakee, hoppakee. Ik ga het een beetje lastig maken. Hoppakee. Weet je, hij gaat waarschijnlijk obsidian eromheen doen. Ik heb lekker dan al van tevoren wat spullen verzameld. Een lekker groen pakje. Oh my god, jongens, we zijn lekker goed voorbereid. En weet je, wij gaan deze guy gaan weer lekker pakken. Kijk. Lekker zo. En zeggen, what's good, Kelvin? What's good? Doei. Kijk, kom ik heel rustig aanlopen. Doei. Maak een einde aan je leven, bitch. Oké, omdat ik mijn vorige padje heb ik verloren door roze. Nou, net zoals ik zei, omdat ik het vorige padje heb verloren door roze. Ga ik roze even uitschakelen. Zo. Doei roze! Weet je, dan kan ik even ondertussen een beetje wat golden apples gaan chappen. Hoppakee, even wat golden apples naar binnen chappen. En weet je, ik maak mij niet zorgen om mijn ei, wel weet je, ik ben gewoon een pro! Yeah. En pro's die kunnen dit. Ik chap gewoon even wat golden apples naar binnen. Weet je, zoals dat hoort. Zo, hoppakee. Ik chap wat frappe vlees naar binnen. En ik ga gewoon weer defenderen. Hoe komt hij trouwens aan Golden Gear? Dat snap ik even. Kom op, ga dood nou een keer dan. Ga eens een keer dood. Ga dood, god. Ja! Hehe. Nee, niet dat. Dit. Hupsakee. Man, ga naar dood. Ga naar dood, man. Nare man. Ga naar dood. Ga naar dood. He, man. Dank je. Wil je even hem wegen? Want dan doe ik dit wel. Nee! Ga stop! Nee! What the fuck is dit voor de onzin? What the fuck is dit voor onzin? Oké, en dan ben ik dan in potje nummer 2 en oh my god, dat was het vorige potje een totaal scheid onzin potje. Want ik ging eigenlijk gewoon dood, omdat ik even niet gauw even kon bouwen, want ik wou even gewoon dicht bouwen. Zodat ik even gauw wat naar binnen kon chappen. En dat lukt daar gewoon verdomme niet. Hij ging gewoon eens ploepee dicht. Boei, bam. Hopsakee, even de ding even op 2 gooien. Waarom niet, what's good, deze ook. Even gauw in een normaal potje, niet in speed gejoined. Normaal join ik altijd speed, ik vind het wel leuk. Even lekker speed nemen, je weet wel. Je weet het hetzelfde, het is je boy. Het is je boy, joh. We gaan gewoon lekker speed nemen, hè? Huh? Nou, ik neem even weer een. Ik ga even weer voor een diamond pickaxe. Het is altijd even het duurste ding, maar je weet je, je komt overal zo doorheen. En dat is eigenlijk mijn doel, dat ik overal zo doorheen kom, zodat ik gewoon de mensen kan shoppen. Zo. 2, hoppakee. En weet je, die eitjes gaan er wel rap doorheen, joh, als een man. En zo. Weet je, CubeCraft heeft de laatste dagen een beetje lek gehad, trouwens. Ik heb namelijk van de week dus dat ik ook een potje deed. En het grappige was, we konden het potje niet beginnen omdat we vast zaten. Dus dat was wel geniaal. Hey, kom hier terug, jij, kom terug! Kom terug, fiets!
Oké, hij is dood. Oké. Ik denk dat we maar gewoon voor groen gaan, weet je. Groen! Groen! Groen moet je doen. Groen moet je zijn. Zonder groen in het leven is gekomen. Dan maken wij een liedje voor jou, omdat het lente is. Als de groen weer is gekomen, dan geven wij een groene licht, want dan weet zeker jij erbij. What cool? What the fuck was dit? Ik zag die man daar niet. Doei! Rennen jongens. Rennen. Rennen, rennen, hakken, hakken, hakken. Nu, hoe de fuck kan jij zo snel terug zijn? Hoe de fuck kan jij zo snel terug zijn? En trouwens, dope skin trouwens. Moet ik wel even zeggen. Dope skin. Dood. Weet je, we houden nog best lang vol eigenlijk. Met al die dode grappo's hier ook. Weet je, het is een beetje je plekje vinden en een beetje dingy doen, je weet zelf wel, hè. Doe een appels chappen. Weet je, die gaan we even van plek geven. Hey daar, Henry, signaal man. Doe even, nee, dit is onzin. Jongens, we hebben het met een hacker te maken, oh my god, een hacker. Hacker, dus moest kijken, hij doet goed op. Fucking veel damage met één zo'n slag. Deze guy lekt als een tering ten eerste. What the fuck, jongens? Deze guy is een potentiële hacker. Oké, een potentieel is niet normaal hoor. Maar hij hackt als tyfus. En door hem is mijn muis kapot. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet van zijn blauw duimpje achter te laten. Vind je deze hacker nou ook zo is? Laat het dan zeker ook weten door even een duimpje achter te laten. En natuurlijk een comment achter te laten. Vergeet niet te abonneren en dan gaan wij gewoon weer volgende keer weer verder met een nieuwe video.